worden op dat spelende wijze meer bewegen. Dat is kinderen van 6 tot en met 8 jaar. We houden rekening met de motorische beperkingen. Kinderen met longziektes, kinderen in een rolstoel, kinderen met amputatie, kinderen met obesitas en kinderen met hartproblemen. We hebben deze beperkingen gekozen omdat we deze wel makkelijk konden verwerken in ons idee zelf. Ons idee is een app waarbij je verschillende levels kunt halen. En als je een level gehaald hebt, dan moet je weer een opdracht doen om naar het volgende level toe te gaan. De levels, de opdrachten, zien er als volgt uit. Je zou natuurlijk kunnen denken dat het kind zomaar de opdracht kan skippen, gewoon doordat hij zegt dat hij de opdracht heeft gedaan. Maar dat kan niet, want de ouders krijgen een filmpje binnen die het kind heeft gefilmd van de opdracht die hij zelf heeft gedaan. De ouders krijgen dus een versneld filmpje binnen en dan kunnen ze zeggen dat de opdracht goed is uitgevoerd of niet goed is uitgevoerd. Als de opdracht goed is uitgevoerd, sturen ze gewoon een vinkje en mag het kind door naar het volgende level in het spel. Door dit is een speciale ouderen-app waar de ouders een code krijgen via een mailadres van de app van de kinderen. Zo kunnen de ouders makkelijk kijken dus als hun kind ook de opdracht goed heeft uitgevoerd. Kun je ook zeker weten dat het kind ook echt intensief het spel speelt en niet gewoon gaat skippen. Dus zo weet je zeker dat het goed gaat. Ik ga met de motorische beperkingen die we net hebben opgenoemd. We hebben daar rekening mee gehouden doordat de ouders hun de motorische beperking kan aanvinken. De motorische beperking van het kind wordt dan aangepast aan de app doordat er verschillende opdrachten zijn gefilterd. Onze opdracht is dat je bij die app kan je en individueel spelen en je kan in een groepje spelen. Bijvoorbeeld in de Beatrix-oord of op school kan je in een groepje spelen en thuis kan je het individueel doen. Als je een groepje doet, kan je ook weer tegen andere teams spelen. Bijvoorbeeld wie het is bij level 10 is. Hierbij houden we natuurlijk wel weer rekening mee met de mensen die een bepaalde beperking hebben. Zo wordt het leuk spelen voor iedereen en krijgen de mensen met een beperking het gevoel dat ze er ook echt bij horen en dat ze precies hetzelfde kunnen doen. Hoe hoger de levels, hoe intensiever het spel wordt. Dit was ons filmpje over het idee van ons. We hopen dat u het een leuk idee vond. Als u het niet begrijpt, sturen we ook nog een mail met de extra uitleg over hoe ons idee.